Goedemorgen allemaal, het is zondag 28 oktober en ja, sinds mijn laatste vlog was een succes. Iedereen vond het leuk omdat ik in het Nederlands aan het vloggen ben. Toen dacht ik, ja, ik ga een andere maken dan. Maar deze week heb ik niets belangrijks om jullie te vertellen. Het was een rustige week en ik ging alleen maar naar mijn zus toe. Ja, ik heb meer dan één zus. Ik heb twee zussen hier in Engeland en die andere die in Nederland woont, die ken je wel. Die kennen jullie wel, ja. Dat weet ik zeker. Ik ging bij mijn zus. Ik ben bij mijn zus geweest. We hebben avondeten samen gehad. Dat was lekker, een Engelse stampot. Of Jessica zou zeggen dat het soep was. Een beetje te nat om stampot te zijn, zegt ze. Maar ja, het was lekker en het was leuk bij mijn zus. Dus dat is alles interessants wat ik gedaan heb. En jullie zullen ook merken dat Jessica is druk bezig met haar werk. Dus haar vlog zal een beetje korter zijn. Voor de volgende paar weken. Ik weet niet zeker hoe lang, maar ze zullen wat korter zijn. Maar dat maakt niet uit. Het is gewoon een vlog online. Dus dat is de belangrijkste. En oh ja, ik heb een vraag om te antwoorden. Iemand heeft me gevraagd of ik mijn kaartreader aan het gebruiken ben. Ik heb natuurlijk een kaartreader gekregen voor mijn verjaardag van Jessica. En die blijft op mijn computer. Dus wat denk je? Ja, ik gebruik hem. Ja, het is makkelijker om te gebruiken dan een kabel van de camera naar de pc. Dat is heel erg langzaam, maar de kaartreader is wat sneller. Dus ja, ik gebruik hem. Hij is leuk om te gebruiken. Dus ja. Ik weet niet zeker wat voor merk hij is. Maar Sitecom. Hij is de Sitecom kaartreader. Hij is leuk om te gebruiken. En wat sneller dan een kabel van de camera naar de wc. Dus ja, ik gebruik hem. Oké, jongens en meisjes. Ik heb niets meer om te vertellen. Dus wat hebben jullie vandaag gedaan op zal ik maar zeggen, wat heb je de laatste week gedaan? Ik wil dat weten in de reacties naar beneden. En bedankt voor het kijken. Ik zie jullie graag de volgende week weer. Doei!